Ik kwam heel veel beeldmateriaal tegen van een artist in residence in 2013. En ik vond het leuk om daar een vlog van te maken. Het voorste deel daar beneden van de Fortwachterswoning, dat is het atelier voor de kunstenaars. En zo had ik het ingericht voor 2 maanden dat ik daar was. En dit is het uitzicht naar buiten. En daar was het koud. Het was dan weliswaar een lente, maar wel een hele koude. En het ijs begon te smelten. En het werd toch nog lente. En de ganzen kwamen. Heel veel ganzen. Goedemorgen. En zo'n gans liet wel eens een eitje voor me vallen. Maar ja, 1 ei is geen ei. Dus had ik de bewoners uit de omgeving gevraagd of ze voor me wilden sparen. En ook de veldkeuken bij mij aan de overkant heeft voor me gespaard. En als tip, dat je heerlijk koffie drinken, eten en wat je maar wilt. De inhoud als voedsel en ik ben blij met materiaal. En daarmee heb ik de plattegrond vormgegeven van de locatie waar ik op dat moment was. En zo ontstond een kwetsbaar en liefdevol landschap. En ik had het wel naar mijn zin, daarbij de rivier. Nog een tip, er vaart zomers een pontje heen en weer. En natuurlijk waren er ook vaak van die prachtige luchten. En ook aan deze bijzondere en interessante ervaring kwam een eind. Tot de volgende!